Koos Moerenhout, de nieuwe ploegleider van de damesploeg, Rabo Wielerploeg. Een logische stap in jouw carrière? Nou ja, allereerst, ik ga het met nog een andere man doen, Ruud Vragen. Dus we zijn met twee ploegleiders voor de dames. En of dat het een logische stap is, denk het wel. Ik bedoel, ik heb wel bewust na mijn afscheid van de profcarrière een stapje terug gedaan. In de zin van wel nog werkzaam bij de Rabobank wielerploegen, maar dan PR communicatie. Maar niet zozeer ploegleider, omdat ik iets meer afstand wilde hebben en meer over de organisatie van de ploeg wilde weten. Hoe dat het allemaal in zijn werking gaat. Maar ik had het ook nooit uitgesloten om ooit eens ploegleider te worden. En nou ja, goed, nu kwam die kans en die heb ik ook aangegrepen. Want het sportieve blijft dus toch trekken? Ja, dat merkte ik wel aan mezelf. Afgelopen twee jaar ook veel nog naar de koers geweest met de profs dan. En dan inderdaad, dan blijft het. Dan sta je wat verder weg natuurlijk als PR-communicatiemedewerker. En nu, dat sportieve aspect bleef zeker trekken. Als de renner, de ploegleiding, dan de koers inging, dan ging jij echt iets compleets anders doen. En dan cirkel je eigenlijk om die wedstrijd heen, terwijl je er anders middenin zit. Dus dat bleef wel trekken, absoluut. Nou heb jij een geweldige carrière als wielrenner gehad, dus ook heel veel ploegleiders. Wie was jouw beste ploegleider? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik zou er ook zo geen antwoord op kunnen geven. Ik denk dat je van elke ploegleider kunt leren. En ja, bestaat de perfecte ploegleider? Ik weet het niet. Ik heb geprobeerd in mijn carrière bij iedereen de beste tips vandaan te halen. En die in mijn voordeel te gebruiken. Ik denk dat voor de dames eigenlijk ook zo zou moeten gelden. Ja, want zijn ploegleiders wel van belang voor een carrière van een wielrenner? Pak je wel eens wat op van zo'n man? Ja, zeker. Zeker. Tuurlijk, het begint van kinds af aan natuurlijk met je ouders. Hè, die moet je stimuleren. En vervolgens moet je ook in je carrière de juiste mensen tegenkomen. Om die allemaal jou te helpen om in die goede richting op te blijven gaan. En ja, overal net weer even een paar procentjes kunnen verbeteren als sporter, dat is eigenlijk het mooie. En daar zijn heel veel mensen die je daarbij kunnen helpen. En dat is binnen onze ploeg natuurlijk ook zo. Wat moet je als ploegleider zeker niet doen? Nou ja, je moet de sporter laten, denk ik, vooraleer. En ik word nu ploegleider bij de dames. Onder andere dan ook van Marianne Vos. Nou ja, zij is wereldkampioen, Olympisch kampioen. Ja, ik ga niet moeten leren fietsen. Dat weet ze zelf al. Dus daar met dat soort onzin moet je niet aankomen. En ja, je moet ook niet verwachten dat je zo iemand die al zo hoog staat, dat je die tientallen procenten kunt verbeteren. Maar ja, als ik naar mijn eigen carrière kijk, mijn beste seizoenen die waren toch de laatste van mijn carrière. Hè. Mijn laatste jaar was eigenlijk het beste. En toen was ik 36 en volgens mij is er binnen de damesploeg nog niemand die 36 is. Dus wat dat betreft, zolang sporters ervoor openstaan om te blijven leren en nieuwe doelen te ontdekken, dan kun je denk ik van toegevoegde waarde zijn. Jij wordt zeker geen schreeuwende ploegleider zoals je ze wel eens ziet hangen vanuit hun auto. Nou, dat was ik eigenlijk wel van plan. Nee, dat zit er inderdaad niet in. Nou, ja, alhoewel, je weet nooit wat de emotie van het moment met je gaat doen natuurlijk. Maar ik ben Koos Moerhout en dat ben ik als persoon en dat zal ik ook als coach zijn natuurlijk. Alleen het draait niet om mij, het draait om die meiden en ik moet iets aan hun toevoegen en niet andersom. Wat ga je toevoegen? Wat moet een ploegleider wel doen? Nou ja, kijk, in mijn geval is dat vooral mijn ervaringen. Je bent natuurlijk heel veel situaties tegengekomen in je eigen carrière, waar zij ook tegenaan lopen. Vaak hebben we toch met jonge meiden te maken, dus die maken dingen mee die jij al meegemaakt hebt. En daar kun je ze misschien in bijstaan. Het mooie doel is natuurlijk om bij iedereen het beste uit zichzelf te halen. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke doelstelling. Om iedereen gewoon een betere renner te laten zijn dan die ze op dit moment zijn. Dat is niet om zweverig te doen of om hele rare doelstellingen te stellen. Maar het beste uit de mensen en de spotters zien te halen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Kun je een beetje met vrouwen omgaan? Want dat is ook nog een apart beroep, hè? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik ben benieuwd. Het is vraag die vraag nog een keer over een jaar. Dan weten we meer, maar ik denk het wel. En ja, goed. Kijk, ik ga die vrouw benaderen als topsporters, want dat zijn ze gewoon. En die status verdienen ze.
En daar moet je ze op beoordelen. En dan moet je. Natuurlijk, een vrouw heeft een andere benadering als een man. Maar een topsporter is een topsporter. En daar moet je het mee doen, denk ik. Je noemde Marianne Vos al de vedette in jouw ploeg. Nou was haar tijdrit niet zo geweldig. En jij was een hele goede tijdrijder. Zitten daar nog verbeterpunten misschien? Ja, kijk. Absoluut, dat kan soms van simpele dingen zijn. Hè? In mijn eigen carrière was de komst van een nieuwe Giant tijdritfiets. Dat was voor mij de trigger om nog eens alles te doen voor de tijdrit. Nou ja, dat heeft me de laatste jaren nog veel gebracht. En dat kan nu ook weer zo werken natuurlijk. En daarmee niet zeggende dat Marianne nu ineens alles op de tijdrit moet gaan doen. Kijk, ik vind het gevaarlijk om nu doelstellingen te gaan roepen. Omdat je eigenlijk nog maar net weet dat je zelf ploegleider wordt. Nou, ten eerste is het dus zaak om met het begeleidingsteam aan de slag te gaan. En de dames zelf vooral. En kijken wat zij willen, wat zij zien voor hunzelf als doelstellingen. En daar dan mee aan de slag te gaan. En kijk, ja, als je als Rabobankploeg bent, dan denk ik dat je ook wel naar het wereldkampioenschap ploegentijdrijden mag kijken natuurlijk. Afgelopen jaar waren ze in Valkenburg waren ze vierde. Nou ja, daar zit nog groeimarge in. Dus dat is iets waar je ook als ploeg natuurlijk kunt onderscheiden. En ook dat is weer tijdrijden. En daar kun je ervaring wel in kwijt. En dat zal ik zeker doen. Met Marianne Vos in de ploeg, is dat nou een makkelijke opgave of net een lastige opgave om zo'n vedette in je ploeg te hebben? Ja, ik denk beide. Kijk, aan de ene kant kun je redeneren, ze is wereldkampioen, ze is Olympisch kampioen, op diverse disciplines allemaal. Dus ze heeft eindelijk al alles gewonnen en meerdere malen gewonnen wat er te winnen valt. Dus ja, wat voor winst zit daar nog te behalen? Hè, dat is één manier om het te bekijken, maar ja, zo zie ik het zelf in ieder geval niet. Kijk, als je de sportster Marianne Vos beziet, dan is dat iemand die heel gedreven is, nog steeds heel jong is. Die heel veel klas heeft op heel veel verschillende terreinen. En die tot nog toe geen enkel moment moeite had om zichzelf te motiveren. En, dus daar ben ik op zich niet zo bang voor. En dan is het gewoon zaak om de goede dingen te doen, de goede dingen af te spreken. En hopelijk daarin iets toe kunnen voegen. Dus nee, en dan zie ik het alleen maar als een voorrecht dat je met een kampioen als Marianne Vos kunt werken. En met haar ook Annemiek van Vleuten, mogen we ook niet vergeten. En diverse andere rensters. Dus wat dat betreft. En ook de wat minder bekendere rensters. Het is de doelstelling om ze allemaal beter te maken. En ze allemaal weer een stapje hoger te laten fietsen. En dat daar zit bij iedereen volgens mij volop marge in. En daar gaan we aan beginnen. Nou zijn ploegleiders vaak autocoureurs als ze achter zo'n stuur van een auto zitten, van een ploegleidersauto. Kun je een beetje auto rijden? Ik heb nog weinig brokken gemaakt met mijn eigen auto, maar ook dat is weer iets nieuws natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. Het volgen in een wielercaravan zal zeker wat anders zijn dan in het dagelijks verkeer. Maar ja, het voordeel is de route, de weg is afgezet, hè, dus we hebben een licht voordeel.